En vandaag in Autovisie TV het betere kruidenierswerk met Dries van den Elzen en de Kia Picanto. Nou is het altijd heel makkelijk om lekker lacherig te doen over zo'n goedkoop stadsautootje. Maar vergis je niet, dit is wel wat Nederlanders willen. Want de vorige generatie was één van de best verkochte auto's van heel Nederland. Heel groot gedeelte van die successtory is natuurlijk te danken aan de 7 jaar garantie die Kia standaard op elk model geeft. Dus ook op die nieuwe Kia Picanto. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Nou, Kia heeft niet een compleet nieuwe auto neergezet. Ze hebben de oude gepakt en die op detailniveau op kleine beetjes verbeterd om hem klaar te maken voor de volgende verkoopstint van een jaar of 5. Nou, om te kijken welke puntjes dat zijn en in hoeverre de Kia daar geslaagd in is, gaan we lekker een stukje rijden. Nou zo, hoe is Kia dan dus te werk gegaan bij het verbeteren van deze Kia Picanto? Nou, je zou zeggen, het is een klein autootje, dus het eerste wat je doet is je maakt hem een stukje groter om hem interessanter te maken. Dat is dus niet het geval. Het heeft namelijk te maken met het feit dat een groot deel van de klantenkring van dit soort auto's specifiek kiest voor zo'n stadsautootje omdat ze zo klein zijn. Voor ons Nederlanders moeilijk te begrijpen, maar als je kijkt naar grootstedelijke gebieden in vooral Zuid-Europa, daar is het vaak letterlijk vechten om elke centimeter parkeerruimte. Dan moet je gewoon de auto aan de kant schuiven als je er niet tussen kan. Daar kiezen mensen dus heel bewust voor een auto van dit segment. Dus hij mocht niet groter worden. Wat heeft Kia dan gedaan? Nou, ze hebben de wielen ietsje verder naar buiten gedrukt. De wielbasis 1,5 centimeter groter, bumpertjes wat kleiner. Gewoon hier en daar het interieur net wat anders ingedeeld, waardoor die hier en daar een centimetertje meer beenruimte, een centimetertje meer schouderruimte. Op detailniveau net weer ietsje beter om hem te laten concurreren met de rest. Ook de bagageruimte een stukje groter geworden, 255 liter nu. Een van de grootste van het segment. Heel interessant dus allemaal. Nee, Kia heeft zich vooral gestort op twee dingen, luxe en verfijning zou je ze kunnen zeggen. Qua luxe, ja, het is als je om je heen kijkt, het interieur is net weer wat mooier dan het was. Zeker in een wat rijker uitgeruste versie als deze. Je kunt zelfs leren stoelen krijgen en allemaal gekleurde accenten. Natuurlijk, overal hard plastic, dat is de norm in dit segment. Als je überhaupt al kunststof krijgt, want bijvoorbeeld bij een Volkswagen Up zit hier niet eens kunststof, maar gewoon naakt staal. Dus wat dat betreft ben je met zo'n Kia niet eens heel erg bekocht. Nee, het zit allemaal heel erg netjes in elkaar. De indeling is goed. De bruikbaarheid van het infotainment systeem, dat is allemaal gewoon op een heel erg hoog niveau. Je krijgt hier ook optioneel dit stuurwiel. Dat is gewoon hetzelfde stuur als je bijvoorbeeld in veel duurdere Kia's als de Optima en ook de Sportage krijgt. Dus dat geeft meteen een heel erg rijk gevoel met veel knopjes en stuurwielbediening en een 7-inch touchscreen. Al met al gewoon heel erg netjes. Eveneens nieuw, heel veel features op de optielijst, zoals bijvoorbeeld veiligheidssystemen. Onder andere zo'n automatisch stadsremsysteem, zodat je gewoon door de stad kan rijden en tegelijkertijd je telefoon kunt checken. Want op het moment dat jij niet in de gaten hebt dat iemand voor jou remt, dan doet de auto het voor jou. Dat is helaas het effect van dit soort veiligheidsmaatregelen, denk ik. Hoe meer je erop gaat schroeven, hoe onveiliger de bestuurder gaat rijden. Maar dat terzijde, het is te krijgen. Zo ook stuurverwarming, stoelverwarming, automatische airco. En ja, zelfs voor de arme ziel die het nodig heeft in een auto van 3,5 meter lang, waar je net nog niet de achteruit kunt aanraken, parkeersensor en zelfs een achteruitrijcamera. Wat je dan ook nog meer hebt is qua verfijning en qua detailniveauverbetering is natuurlijk de aandrijflijn. Het is feitelijk hetzelfde, de 1.0 MPI, 67 pk, maar weer ietsje meer koppel. En vooral een heel verfijnde loop. De manier waarop de vibraties en de geluiden van die motor worden buitengehouden in het interieur, dat is gewoon heel netjes gedaan. Zeker voor een auto in het A-segment. Zo ook het onderstel, dat is echt een van de grote vooruitgangen. Nou helpt het wel dat wij hier bij de introductie rijden met de Continental Eco Contact banden. Dat is zal ik maar zeggen, geen goedkope Koreaanse of Chinese troep zoals je die er in Nederland misschien bij de standaardlevering wel onder krijgt. En met die banden en ook nog 15 inch lichtmetaal is de wegligging gewoon eigenlijk heel erg goed. Maar ook de manier waarop de rubbertjes en de dempers en de veren op elkaar zijn afgesteld. Hij verwerkt korte en grote oneffenheden gewoon heel mooi. Zonder te klapperen, zonder een gevoel van onveiligheid. Hij glijdt niet meer zo over de voorwielen zoals hij vroeger deed. Vooral in de regen deed hij dat. Om dat te voorkomen bij bocht uit heb je zelfs torque vectoring. Oftewel dat hij het binnenste wiel afremt om ervoor te zorgen dat hij niet doorspint als je onverhoopt een beetje te veel gas geeft. Dat is ook allemaal gewoon heel netjes gedaan. Gaan we door naar de volgende motoruitvoering. Er is ook een 1.2. Die is vooral interessant voor mensen die een automaat willen rijden. Want dat is de enige motor die in Nederland met automaat verkrijgbaar is. En daarbovenop komt straks ook nog een 1 liter turbo. En die heeft 100 pk. En je kunt je wel voorstellen, een auto van 800 kilo. Dat leidt tot echt serieus aansprekende prestaties. 0 tot 10 seconden. Min of meer vergelijkbaar met de allereerste Golf GTI qua vermogen en qua gewicht. Dus dat wordt een leuk ding. Maar die gaat waarschijnlijk wel rond de 20.000 euro kosten. Dus ja, daar zit eigenlijk in Nederland niemand op te wachten. En dan komen we dus ook uit een beetje bij het zwakke punt van de Kia Picanto. Behalve dan dat de stoelen redelijk aan de korte kant zijn. Die zijn in de
Volkswagen Up nog steeds een stuk beter. En is het vooral de beprijzing van deze Kia Picanto die mogelijk een beetje een obstakel vormt voor een even daverend succes als voorheen. Niet zozeer voor de mensen die, zoals de meeste Nederlanders, gaan kiezen voor een basisversie. Die zijn namelijk, ja, het begint bij €11.725. Dat was vroeger veel minder, maar dat heeft ook onder andere te maken met het feit dat nu, tegenwoordig, de kostenrij klaarmaken natuurlijk beide totaalprijzen inbegrepen. Dus je kunt nou eenmaal niet verwachten dat ze nog steeds voor onder de 10.000 aangeboden kunnen worden. Dat is natuurlijk de versie die je niet moet hebben, want er zit geen airco op. Nee, je moet minstens één of liever twee versies daarboven. Dan kom je uit op €13.500 en dan zitten eigenlijk alle noodzakelijkheden, zogezegd, zitten er dan wel op. Maar het probleem is, wil je dan profiteren van die luxe of van mooie wieltjes of dit erg prettig werkende 7-inch infotainment systeem met navigatie en Apple CarPlay en Android Auto en zo, dan moet je weer meteen de First Edition pakken. Die kost meer dan €15.000. En voor dat geld heb je ook alweer een B-segmenter. En in Nederland is het nou eenmaal dus niet zo belangrijk om echt een compacte auto te hebben, omdat wij natuurlijk, ja, niet elkaars auto aan de kant duwen bij het parkeren, maar allemaal gewoon parkeervakken hebben. En dan denkt de pragmatische Nederlander, ja, waarom zou ik €15.000 uitgeven aan zo'n klein koekblik, terwijl ik ook een iets groter koekblik kan kopen. Dus wat dat betreft, ja, het is natuurlijk traditie bij de Koreaanse merken, vanwege de lange aanvoerlijnen vanuit Korea kun je niet echt een auto helemaal naar eigen wens specificeren. Je moet een van de 7 uitrustingsniveaus kiezen. En ja, als ik zo een gokje mag wagen, ondanks het feit dat die beprijzing dus net ietsje minder interessant is als bij sommige concurrenten waar je wel helemaal een auto naar eigen smaak kunt aankleden, ja, is het dankzij vooral die garantievoorwaarden en zoals we dus hebben geconcludeerd, een auto die op alle fronten weer een klein beetje beter is dan zijn voorganger die al zeer succesvol was. Ja, kan bijna niet anders dan dat Kia weer een heleboel Picantootjes in Nederland gaat afzetten.